Ja, zitten de dames te wachten op het vrouwtje. Ja, helemaal waar. Ze hebben helemaal gelijk. We gaan straks weer lekker even lopen, want het is, zover ik weet, het nou eindelijk eens een keer weer droog. Ja, ik laat het jullie wel even zien. Dan begrijpen jullie het misschien. Kijk, de kaarsjes. En niks kan in de brand vliegen. Nee. Daar zijn kaartjes in, daar is een kaarsje in. En in het huisje is een kaarsje. En één handje daar. Nou, dan kan dat vanavond gezellig weer even aan. Ja, zitten de dames te wachten op het vrouwtje. Ja, helemaal waar. Ze hebben helemaal gelijk. We gaan straks weer lekker even lopen, want het is, zover ik weet, het nou eindelijk eens een keer weer droog. Even kijken, builarm. Het zijn piekjes. Ja, kleine piekjes. Maar het stelt niet veel voor. Maar in ieder geval, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna de Beestenboel. Ik ben super de super laat, want het is al 4:15. En ik ga dat ik jullie erbij pak. Maar er waren andere dingen en ik kreeg het met de computer niet voor elkaar. Om die ene externe harde schijf erbij te krijgen. Die moet je kunnen zien dat die er is. 3-4 keer opnieuw in die computer stoppen. Jongen nog en toe. En dan eindelijk is die er. Nou, dan baal je er zo stierlijk van. En dan word je boos. En je wilt niet boos wezen. Nee. Maar in ieder geval, ik ga mijn jas aan doen. En we zullen wel wat nat thuiskomen. Maar ik ga geen regenpak aantrekken voor die paar heuveltjes. Daar beginnen we niet aan. Nee. En het begint alweer lekker donker te worden, maar ik doe de verlichting nog niet aan. Dat komt wel wanneer we weer thuis zijn. Ja joh, doe even normaal joh. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben gehad tot nu toe. Wij wel, ja, wij vermaken ons wel. Sowieso heb ik wel lekker uitgeslapen, want ik was zo moe. Ik zou er vanochtend uit en ik werd draaierig. Ik denk, dit wordt het hem niet. Ik denk, ik ga weer lekker even liggen. Ja, en dan val je weer in slaap. En dan word je heel laat wakker. Heb je lichaam het toch nodig, weet je? Ja. Ik heb mijn oorbellen expres niet erin, want ik blijf iedere keer aan mijn jas haken. Ik denk, dat komt wel als ik weer terugkom. Ja. Ik heb ze er expres uitgelaten. Ik denk, ik blijf dan met die dingetje die door je oren heen gaat aan mijn jas hangen of aan mijn sjaal. En dan verlies je weer een slootje, zo'n rubber dingetje, die je dan aan de achterkant hebt zitten. Zo'n klein rubber dingetje. Nou ja, dat. En dan vlieg je je oorbel, dan ben je een oorbel kwijt. En dat is ook niet de bedoeling ervan. Nee, daar verkoop je geen oorbellen. Maar ja, maakt het allemaal niet uit. Wij gaan lekker een frisse neus halen. Het is 9 graden, zeiden ze, zei boven. Ik ga even op mijn alarm kijken. Ja, 9 graden. En regen, een paraplu erbij. Nou ja, ik heb geen paraplu. En dan zou ik er een hebben. Hoe moet ik die vasthouden? Dan moet ik zo'n ding hebben die op je schouders klemt. Nee, dat voelt niet fijn. Nee, dat doen we maar niet. Ik heb er ooit eens een keer regen gehad. Nou, dat ding dat deed gewoon zeer. Dat knijpt je schouders. Dat is niet fijn. Maar ook. Oké, lieve vrienden, wij gaan er lekker vandoor. En ik zeg gewoon tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik maar weer eventjes. Ja, ik heb het tafeltje weer netjes gemaakt. Ik denk dat ik het wel een beetje anders ingedeeld. Dat het meeste bij de kerstboom staat. Ja, ik laat het jullie wel even zien. Dan begrijpen jullie het misschien. Kijk, de kaarsjes.
En niks kan in de brand vliegen. Nee. Daar zijn kaarsjes in, daar is een kaarsje in. En in dat huisje is een kaarsje en één handje daarop. Nou, dan kan dat vanavond gezellig weer even aan. Dus, ja, ik ga pas na de 6e beginnen met opruimen. Eerder er niet. Ja, helemaal geweldig. Dus, dit keer ook aan. Daar moet ik weer voor gestaan. En dus, maar komt wel goed. Alles is gewoon weer gezellig aan. Daar ben ik blij mee. En ik ga eventjes een vlog van mij ronddelen. Ja, happy new year. Ja. Ik ga een vlog van mij ronddelen en dan zal ik ook aan een nieuwe weer beginnen. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, we zijn weer bijeen. Om deze, wat was het vandaag? Woensdag. De 3e van de 1e 2024 af te sluiten. Ja, het is bijna 1 uur. Het is nu 0:52. Deze dame gaat met de meisjes lopen en dan naar boven gaan we slapen doen. Want morgen, oftewel vandaag, komt onze enige echte Willy Wil wel weer. Dus ja, helemaal leuk, helemaal gezellig. Maar er moet wel gewerkt worden. Dus het komt helemaal goed. En we gaan gewoon weer een leuke dag ervan maken. We gaan ervan genieten, et cetera. En ja, ik zal ook weer even kijken of ik nog een vraag moet beantwoorden van Mirjam. Dat weet ik zo uit mijn hoofd niet meer. Dat is voor van de week nog wel eventjes. En mijn kerstboom die gaat nog niet weg. Nee, normaal doe ik dat na de 6e, gelijk de dag erop begin ik daarmee. Maar hij moet blijven staan. Ja, hij moet nog even blijven staan. Tot na dinsdag. Na dinsdag ga ik hem opruimen, want dinsdag krijg ik bezoek. Van wie, zeg ik nog lekker niet. Dat zien jullie dan wel weer. Ja, dat mag gevlogd worden. Dus helemaal top. Helemaal gezellig. Maar ja, die krijgen een cadeautje. En dat moet onder de kerstboom liggen. Ja, en dan moet de kerstboom dus nog wel even staan, hè. Ja, dat begrijpen jullie wel. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles. En geniet dan ook een beetje met ons mee. Maar voor nu zeg ik, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ik zeg, wat zeg ik altijd? God, die houdt over ons de wacht. Dus dat willen we nog meer. Daarom zeg ik gewoon, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!